Goeiedag, goedemiddag in Creëer Jouw Leven Facebookgroep met de tweede uitzending van de 10 sleutels naar vrijheid. En deze gaat over alles is alleen maar een interessant standpunt. Ik ga zo beginnen, want ik heb heel veel informatie uit de oude manuals verzameld. En dat wil ik eigenlijk heel graag delen om mee te beginnen. En als er mocht er vragen zijn, dan lees ik het straks natuurlijk in de chat en reageer ik er heel graag op. Ik moet zeggen dat ik dat eerste uitzending met oneindig wijzen, ik vond het zo leuk. Ik vond het heel gaaf dat er zoveel vragen waren en dat jullie nog meer informatie hadden gevraagd over ook weer andere dingen. Maar het is leuk om in conversatie te gaan en in contact te zijn. Dus ik moest zeggen dat ik gewoon helemaal blij hij was na de uitzending. Dus hoe wordt het nog beter? Vandaag tweede. Alles is alleen maar een interessant standpunt. Welke chaos kun je toedienen met alles is alleen maar een interessant standpunt te zijn? Alles wat dat niet toelaat, wil je dat vernietigen en ontkeren. Kunnen bedrijven op een ook online shows, boys en beyonds. Alles is gewoon maar een interessant standpunt. Het is geen instemming of afstemming. Het is ook geen verzet of reactie. Als je functioneert vanuit interessant standpunt, kun je altijd jezelf zijn. Kun je altijd jou zijn. Oh, super. Ik heb al eerste vragen. Ik ga daar straks helemaal blij. Bedankt. Ik ga dat straks allemaal bekijken. Ik ga eerst wat lezen en misschien zitten daar ook dingen tussen die al daarvan beantwoorden. Maar ik probeer nog te kijken of ik dat video kan vinden op mijn mobieltje. Want dan zie ik ook wie schrijft. Want dat vind ik veel leuker dan dat niet te weten. Even kijken of ik hem kan vinden. Jolanda. Oh, super. Dankjewel, Jolanda. Zo, nu heb ik het voor me. Als het goed is, vorige keer kon ik later niet meer zien wie jullie waren. Maar dat heb ik straks opgezocht in de Facebookgroep. Maar nu zie ik het nog wel. Alles is slechts een interessant standpunt. Het is nog juist, nog verkeerd, nog goed, nog slecht. Als je dit gedurende 6 maanden doet, voor elke gedachte, elk gevoel, elke emotie en elk standpunt, zul je de rest van je leven nooit meer een probleem met wat dan ook hebben. Het is mij niet gelukt om dat half jaar te doen. Maar ik moet zeggen dat ik na 8 jaar excess veel minder haakt op allerlei verschillende standpunten. Wat mensen ook zeggen of denken. Het raakt me niet meer, in ieder geval. En ik kan daar veel sneller iets van creëren weer. Heel vaak is, en dat is dan weer andere Access Consciousness tools, wat in mij natuurlijk opkomt als ik hierover praat. Maar heel vaak is een van mijn eerste vragen, oh, interessant, hoe kan ik het gebruiken in mijn voordeel? En ik had vorige keer al verteld dat ik gewoon een heleboel deelnemers van mijn foundation classes in Tsjechië heb gekregen die zeggen, oh, ik heb zulke enge dingen, rare dingen, maffe dingen over jou gehoord, maar de energie klopte niet, dus ik moest komen om te kijken hoe dat echt is. En dat is natuurlijk hoe we standpunten die anderen over ons hebben in ons voordeel kunnen gebruiken als we daar niet aan blijven haken en als we dat niet proberen te bevestigen dat het niet zo is of bevestigen dat het wel zo is. Als we al in gevecht gaan hierover, dan geloven we dat al ergens. Dus als wij kunnen zien dat het standpunt van iemand anders gewoon een standpunt is, dan kunnen we vragen daarover beginnen te stellen. Maar als er nog meer vragen zijn, en ik kom in ieder geval nog bij de vraag straks langs. Een interessant standpunt neemt alle macht weg van iets wat pretendeert kwaadaardig te zijn. Niks is machtiger dan jij. Dan komen we weer bij dat oneindige wijze van vorige keer. Een clearing statement. Wat heb je zo van levensbelang, waardevol en echt gemaakt aan het nooit bezitten van gewoon een interessant standpunt, wat je in een constante staat van oordeel over jezelf houdt. Alles wat het is, maar God. 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 God.
Außerdem will ich das vernichten und kreieren. Guten Bedreiten und von dem Bock online Shows bösen wir uns. Noch ein Kier, was habe ich so von Lebensbelang wertvoll und echt gemacht? Wenn ich nicht besitze von gewonnen, interessant Standpunkt. Was ihr in einem, wow, das heeft so viel Lading. Was ihr in einem konstanten Staat von Urteil über jezelf houdt. Alles, was das ist, mal gut zu lernen, vernichten und kreieren das. Guten Bedreiten und von dem Bock online Shows bösen wir uns. Wat als standpunt van iemand anders je nooit iets aan kan doen? Wat als dat altijd jouw eigen standpunt over hun standpunt is, die dat lastig voor je maakt? Wat als we kunnen kijken naar dit mechanisme? Standpunten van anderen, of waar het ook over gaat. Of soms zijn het positieve standpunten, soms zijn het negatieve standpunten. Het zijn altijd alleen maar hun oordelen en maar hun conclusies of berekeningen. En het is eigenlijk een informatie over waar dat persoon vandaan functioneert. En als we dat informatie hebben, kunnen we daarmee creëren. Kunnen we dat in ons voordeel gebruiken. En wanneer je echt vrij wil zijn, doe dan 1 jaar lang interessant standpunt dat je een standpunt hebt voor elk standpunt dat je hebt. Dus ik had het net over 1/2 jaar, maar hier staat al 1 jaar. Dan moeten we nu al beginnen. Dan zal je nergens nog een standpunt over hebben of er iets van vinden. Interessant standpunt dat ik dit denk, is totale vrijheid van het vastzitten in welk gefixeerd standpunt dan ook. Je kunt geen gefixeerd standpunt hebben als je functioneert van het interessant standpunt. Het is gewoonweg een interessant standpunt dat je dit moment hebt aangenomen. Het betekent niks en je kunt het veranderen. Dat is waar Hell Access om draait, om keuze. In elk moment van je leven altijd een keuze hebben over wat je kan zeggen, wat je kan vragen, wat je kan creëren. In Access vragen wij je om toelating te beoefenen in plaats van instemming en afstemming of verzet of een reactie. Toelating is, zoals is gewoonweg een interessant standpunt. Acceptatie betekent iets anders. Toelating is geen acceptatie. Acceptatie is instemming en afstemming. Dat is de positieve polariteit daarvan. Of verzet en reactie. En dat is de negatieve polariteit. Dat is hoe we werken met standpunten. Of zijn we daarmee eens? Of zijn we daar er tegen? En dan zitten we al ergens vast in de polariteit. Als we dat niet doen, zijn we in de toelating. We laten toen de standpunt van iemand anders, omdat we weten dat het niks met ons te maken heeft. Alles wat dat niet toelaat, wil je dat vernietigen en ontkeren. Goedem bedrijven om potem ook all night shows, boys and beyonds. Alles wat het niet toelaat om zoveel vrijheid te kiezen voor jezelf, wil je dat vernietigen en ontkeren. Goedem bedrijven om potem ook all night shows, boys and beyonds. Als je werkelijk leeft als interessant standpunt, hoeft niks je te negatief te beïnvloeden. Als alles alleen maar een interessant standpunt is, begin je keuze te creëren. Op een andere wijze heb je eigenlijk geen keuze, want je bent altijd in reactie op wat iemand anders al heeft besloten of geconcludeerd. De meeste van jullie, zegt Gary. Een vraagje. Is acceptatie niet hetzelfde als toelating dan? Nee, acceptatie, de betekenis van dat woord, hoe we dat in Access Consciousness zien, is dat de acceptatie, instemming en afstemming of verzet en reactie is. Dus acceptatie is eigenlijk al dat we daar één zijn. Dus dan zijn we al niet in de toelating van. En eens zijn betekent dat je dat standpunt overneemt. Toelating of interessante standpunt betekent dat je dat merkt. Dat je dat ziet. Maar dat je daar niks mee hoeft. Het is iets heel anders. Maar het is tof dat je dat vraag nog stelt, Jolanda, want het is een groot verschil, want niet iedereen merkt het. Ook niet als je al foundation hebt gehad. Het staat natuurlijk ergens in de manual, of in ieder geval altijd hoort het uitgelegd te worden. Maar niet altijd onthouden we alles wat we horen en niet altijd komt het helemaal binnen. Maar toelating is het kan door jouw systeem doorheen te gaan zonder dat het enige spoor van wat dan ook laat. Je kan het ontvangen. Je hoeft je daar niet tegen verzetten. Je hoeft daar niet mee eens zijn. Het mag er gewoon zijn en weer gaan.
Dat is toelating en acceptatie is of ja, zo is het. Ik snap het helemaal. Of nee, maar dat begrijp je niet helemaal. Ik vind dat zo en zo en zo. Dat is acceptatie is eigenlijk dat je daar al iets mee gaat doen. Of ben je eens of ben je tegen? Acceptatie is dat je eigenlijk dat standpunt hebt genomen en je zit het te bekijken van alle kanten en proberen te bepalen wat jij daarover denkt, wat jouw standpunt daarover is. En in Access hebben we dat erover dat we geen gefixeerde standpunt hoeven hebben. Dus dank voor dat vraag. De meeste van jullie brengen, wat zegt Gary, de meeste van jullie brengen je leven door met het proberen uit te zoeken wat andere mensen van je willen. En dat dan te leveren. Wil je meer plezier hebben? Stop met je zorgen te maken over wat andere mensen willen. Je verliest jezelf om een relatie te creëren met anderen. Je geeft jou op ten gunste van andermans standpunt. Je denkt dat jij door te weten wat zij nodig hebben, willen en verlangen iets vervult wat hen gelukkig en blij met jou gaat maken. Zijn ze echt blij met jou? Dat kunnen ze niet zijn, omdat ze niet blij zijn met zichzelf. Mensen blijven proberen om relaties te creëren, maar als je niet in de relatie met jouw eigen leven bent, hoe ga je dan zijn met iemand anders? Als je er niet bent voor jou, hoe kan je dan met iemand anders zijn? Als je genoeg om jou geeft, om je te realiseren dat wat ander ook doet, het hun keuze moet zijn, dan creëert dat een totaal andere werkelijkheid. Dat is echt true caring. Echt om iemand geven. Wanneer je iemand toelaat exact te zijn wie zou zijn en exact te laten doen wat zij doen en jij er niks van vindt, je hebt daar geen standpunt over, is dat waarlijk true caring? Is dat echte true caring? Is dat echte om iemand geven? Dan probeer je niet iemand te beheersen door te laten zien hoeveel jij om hen geeft. Men gebruikt true caring, of ze zeggen dat ze om iemand geven, als een manier van beheersing, van controle hebben over anderen. Waar ik oud lees. Ik lees hele oude, niet zo hele oude, maar veel oudere Foundation Manual dan wat we nu gebruiken. Dus aantal globale foundations terug. En er zat gewoon veel meer materiaal in over die 10 sleutels naar vrijheid. En toen het veranderd werd in de nieuwe manual, zijn er nu maar 2 A4'tjes. En in deze is soms één van die sleutels of 3 A4'tjes uitgelegd. Dus het is veel meer informatie. En zoals dit waar we dat net over hadden, over dat acceptatie en toelating en wat het verschil is, vind ik gewoon zelf heel fijn om erbij te melden. Want dat wil je gewoon. Tenminste voor mij, toen ik het doorhad, was een grote besef. Oké. Dus toelating betekent eigenlijk niet dat ik het accepteer. Het betekent dat ik het gewoon kan ontvangen, maar dat ik er niet iets mee hoef. Dus, hey Linda, oh, zo lang niet gezien. Knuffels. Oh, dit vind ik zo leuk. Ik weet niet waarom ik het zo lang niet meer heb gedaan. Maar ik ben nu terug. Oké, ik ga verder. Toelating betekent dat je om iemand geeft. Toelating is, alles is gewoon een interessant standpunt. Dus je laat anderen waarmee je in relatie hebt zijn wie ze zijn. En ze mogen zelf keuzes maken. En ze mogen zelf weten wat ze kiezen. Wij hoeven daar niet mee eens zijn, niet altijd, maar we hoeven daar ook niet tegen verzetten. Toelating staat je toe om te leven vanuit keuze en vraag. Als je je leven leidt vanuit keuze en vraag, heb je meer mogelijkheden. Als je geen standpunt hebt, kun je alle standpunten hebben. Als je alle standpunten kunt hebben, dan kun je oneindige mogelijkheden hebben en kun je alles zijn, doen, hebben, creëren en genereren. En je zult er geen standpunt over hebben. Wat het betekent is dat in creatie, soms als je veel vaste standpunten hebt, dan zie je maar één hele nauwe weg die je moet lopen om bij de bepaalde resultaten te komen. En als je creëert vanuit een interessant standpunt, dan kan je die persoon vragen, je kan daar nog heen en je kan je hiermee inspireren en je hebt veel bredere
schalen en mogelijkheden om uit te kiezen, omdat dingen voor jou niet zo gefixeerd zijn. Dus in creatie is dat zeker. Het creëert zoveel meer mogelijkheden als jouw standpunten niet vast zijn. Als je geen standpunten hebt. Ik had één keer in Frankrijk en in Parijs een klas gegeven. En ik had een host. Die had zoveel standpunten over wat kan en wat niet kan. Ik moest hem ook uiteindelijk een week voor de klas moest ik iemand anders vragen. Want hij zou niet naar Parijs met auto kunnen komen. Ja, hij zou daar wel met auto kunnen komen. Maar dan moet iemand anders die tafels aannemen. Want hij gaat zeker niet parkeren, want het kost geld. En als ik dat geld wou betalen, nee, dat gaat hij niet doen. Want het is oud principe en het is zo duur. En oud principe gaat hij dat niet doen om de overheid niet te steunen. En zoveel verschillende dingen die hij niet was bereid om te gooien en om bredere perspectief te zien, om iets anders te kunnen creëren. Het was opmerkelijk, want het was iemand die echt al de hele tijd access doet, maar heel een nauwe blik op dingen. Dus als ik aan interessant standpunt denk en aan vaste standpunten, dan denk ik direct aan, oh, wat was dat ervaring? Dat was wel echt interessant. Gelukkig kon ik in de vraag blijven. En ik was zo van, oké, wie gaat er wel voor de klas zorgen? Wie zal er wel fijne aanwezigheid en energie zijn in de klas? En ik kende maar één persoon. waarvan ik wist dat hij in Parijs is. En ik schreef toen naar hem. Zo van, hey, zou je me kunnen helpen? En hij was, hey, wat wil je? En ik schreef, ik heb een driedaagse woordenklas, maar al over 7 dagen. Ik mis een host. En zou je misschien daar iets in kunnen betekenen? Ken je iemand? Hij was, oh leuk, driedaagse woordenklas. Ik ben er. Hoeveel massagetafels heb je nodig? Ja, tuurlijk, wordt geregeld. Wil je ook? En meteen ging hij vragen stellen over wat de klas nodig heeft. En ik was weer helemaal, helemaal uitgerust en helemaal blij. Dus dat is dat. Nadja schrijft. Bestaat Book 10 Keys ook al in het Nederlands? Ik weet het niet. Ik denk het niet, maar dat zegt niet dat het niet zo is. Ik weet dat er niet heel veel naar Nederlands vertaald wordt wat classes betreft. Maar ik heb niet gehoord dat iemand bezig zou zijn met dit boek. Nadine vraagt of ik alleen mannelijke hosts heb. En dat is niet zo. Dat is niet helemaal zo. Maar, en dat is ook niet iets wat in Access, wat met Access ontstaan is. Maar ik had hele lieve vader. Echt een hele fijne man. En ook broer. En al mijn vrienden eigenlijk sinds dat ik begon met daten waren altijd een enorme bijdrage aan mijn leven. En op een of andere manier, zonder dat ik het zou pushen of met opzet kiezen, komen gewoon altijd mannen die een bijdrage zijn naar mij toe. Het is niet dat ik daar verhoudingen mee heb of zo, maar ik vind mannelijke energie heel fijn om in te zijn. Het is ook voor mij iets soort van, mijn lichaam houdt van dat steun of zo, wat erin zit. En het heeft er gemak mee, of ik heb er gemak mee om het te creëren. Dus het is niet dat ik altijd mannelijke hosts heb, maar ik heb wel heel vaak mannelijke hosts en ik ben daar heel blij mee. Het is een enorme bijdrage in mijn leven en ik ben daar ook heel erg dankbaar voor. Want zij zien vaak dingen veel simpeler dan ik. en vaak zijn ze ook heel snel gewoon to the point. Niet zoveel sausjes eromheen. Dus ja, het werkt. Wordt het nog beter. Viel mij op, geen standpunt verder over. Nee, ik heb daar ook geen standpunt verder over, maar ik vind het wel grappig. En Miranda schrijft dat het niet zo is, want zij is natuurlijk een van mijn vrouwelijke hosts die ook geweldige bijdrage is aan de verschillende classes die ik gaf en ongetwijfeld ook zal geven in de toekomst. Dus het is niet altijd mannen, maar mannen zijn gewoon geweldig. Maar vrouwen ook. We kunnen allemaal geweldig zijn. We worden nog beter. En als ik meer mannen naar Access toe kan trekken, dan doe ik het met veel plezier. Oké.
En wat ook wel leuk is als je een mannelijke host hebt, is dat je in je klas tenminste één of als je twee mannelijke hosts hebt, wat vaak ook het geval is, dan heb je in je klas tenminste twee mannen die er al zijn. Wat ook handig is. Ik vind het wel leuk als er ook een mannelijke energie bij is. Niet alleen maar vrouwen. En niet dat ik had ook foundation classes bijvoorbeeld gegeven waar alleen vrouwen waren. En dat was helemaal niet verkeerd. Er waren ook hartstikke gave classes. Linda die net had geschreven, zat in een van zulke classes waar alleen vrouwen waren. Ook niks mis mee, maar goed. Mannen zijn awesome. Leuk. Oh, dit is zo leuk. Ik ga vaker in Nederlands live. Nog tenminste 8 keer en daarna ga ik met iemand met iets anders weer komen. Oké, verder. In eenheid kun je gewaarzijn hebben, maar je hoeft er niks mee te doen. Mensen nemen vaak aan dat omdat ze gewaarzijn, ze er iets mee moeten doen. Liever dan zich te realiseren dat het de persoon met de onwenselijke conditie zelf is die er iets aan zou moeten doen. Het probleem met het zijn van eenheid is dat je veel meer gewaarzijn hebt. Omdat je gewaar bent, neem je aan dat je er iets mee moet doen. Vooral als je mensen iets ziet doen dat hen zal beschadigen. Liever dan je te realiseren dat het hun keuze is om zichzelf de schade aan te doen. Helaas vinden de meeste mensen het fijn om zichzelf schade te berokkenen, omdat dan aan henzelf en aan anderen bewijst dat ze een slachtoffer zijn. Dus over slachtoffer zijn, dat is een hele leuke hoofdstuk in de foundation, maar daar hoeven we dat nu niet per se over hebben. Maar dat is waar anderen hun standpunten voor gebruiken. Hun vaste en gefixeerde standpunten. Ja, zo erg en dit en dat is er gebeurd. Er is ook nog één sleutel naar vrijheid en die heet iets met verhaal niet vertellen, aannemen en verkopen van een verhaal of zoiets. Dus daar komen we ook nog bij. En dat heeft een raakvlak met een interessant standpunt. Ik ga kijken naar jullie vragen. De eerste vraag. Ik vind het lastig om bij kritiek of zo te denken, interessant standpunt. Dus als we denken, dan zijn we eigenlijk al achter barrières. Dus met denken komen we er niet. Want denken gebeurt eigenlijk allemaal in polariteit. Gedachten zijn eigenlijk al in polariteit. Dus kritiek betekent, oh, barrières omlaag. Oh, wat een interessante energie. Oh, wat een nare energie. Hoe kan ik het ontvangen? Hoe kan ik het door mijn systeem heen laten komen? Want onze eerste reactie is de barrières omgooien en dan ook een standpunt creëren over dat kritiek of wat dan ook. Wat als we dat eerst kunnen ontvangen en dan kunnen we kijken wat het betekent over dat persoon of wat het zegt, welke informatie zit daarin? Kritiek is heel vaak een manier, en dat staat ook ergens in de Foundation Manual. Kritiek is heel vaak een manier om ons te beheersen, om controle te hebben over ons. Mensen vertellen ons dat, ja, dat klas was heel fijn, maar als ik jou was, zou ik aan het eind nog zo'n voorstel, nog zo'n rondje doen en dan kan iedereen iets. Ik krijg ook wel eens van die hele leuke vragen. Hele leuke, niet vragen, maar opmerkingen aan het eind, die eigenlijk bedoeld zijn om dat hele gave ruimte die er ontstaat is, ruimte van verandering, dan meteen naar beneden halen. Net alsof jij iets verkeerd hebt gedaan. En dat kan te maken met alles. Dat gebeurt niet alleen in de classes. Gary zegt altijd dat als mensen je hun standpunt willen geven, dan willen ze je eigenlijk beheersen. Dan willen ze eigenlijk controle over jou. En dat kritiek eigenlijk een vorm van controle is. Dus als dat niet licht is, als het niet expansief is, dan weet je dat het hun standpunt is en dat het zo'n persoon is die zoiets doet, dat jij er niet iets mee hoeft. Als we maar proberen daar altijd iets in te vinden, weet je, en heel vaak valt er niks in te vinden. We horen ook in deze werkelijkheid ook constructieve kritiek, dus je moet kijken waar het wel van toepassing is. Ja, als het niet licht is, dan is het niet van toepassing. Ik heb ook wel eens personen die, als ik in Tsjechisch post of in Nederlands, dan maak ik wel eens fouten. Soms heeft het met type te maken, want Tsjechië heeft heel andere tekens. En soms heeft het met grammatica te maken in het Nederlands, dat ik gewoon niet helemaal, mijn Nederlands is niet perfect. Hebben jullie vast nog niet gemerkt?
En dus als ik zo'n berichtje krijg via Messenger en lees ik het, dan is het licht, want dan kan ik het verbeteren. En dat doet iemand die mij wil helpen. En dat is geweldig. Dat is geen kritiek, dat is gewoon een soort van assistentie of iemand die meekijkt en meecreëert. Ook al is het niet een onderdeel van mijn team. En daar komt de dankbaarheid naar boven en dat is fijn. Maar als het een sterke energie van kritiek heeft, dan is het heel vaak om dit met jou te doen. En dat hoeft niet. Dan hoef je gewoon niet verder in te graven en zoeken naar waar het wel van toepassing is. Want dan vind je dat als een goede humanoid vind je natuurlijk dat fout altijd bij jezelf. Maar dat is niet de bedoeling. En Nadine schrijft, wat bijzonder om nu weer dingen te horen die ik ben vergeten na de foundation. Dank je voor deze bijdrage. Ja, ik geef bijna elke maand, nou niet elke maand, dat is niet zo, want nu geef ik ook 3-daagse bodyclasses, maar eens in 2 maanden of zo, eens in 2, 3 maanden geef ik foundation en het is altijd een feest voor mij. Ik denk eens in 2 maanden. Het is altijd geweldig met die tools opnieuw te kunnen spelen, want het is natuurlijk niet alleen dat ik die manual voor mezelf lees, maar als er opening ontstaat in de wereld van iemand, vind ik het altijd heel gaaf. Dus die tools zijn gewoon voor mij net een leukste speelgoed die ik ooit heb gekregen. Want het is altijd een bijdrage om daaraan te beginnen. En nou ja, ik vertelde dat al vorige keer. Ik heb deze serie al 2 keer in Tsjechië gedaan en het creëerde heel veel. Ja, besef of nieuwe energie. Dus daarom heb ik nu gekozen. Ik zat te kijken, oh, jij moet gewoon vaker live gaan in de Nederland. Want ik heb het gewoon zo lang helemaal niet gedaan. En toen kwam deze serie meteen helemaal pop naar boven. Dus dat ga ik nu gewoon. Dat doe ik al. Dat heb ik al gekozen. Zoals ik maak nog schrijf of type fouten. Ik denk altijd, jouw Nederlands is altijd nog beter dan mijn Tsjechisch. Tsjechisch is zo'n moeilijke taal. En echt waar. Ik had het laatst met Anton Kleinsma, die ook mijn klas is host erover. Hij las een Tsjechische post en daar stond Gary Ho Douglas. En hij vroeg of je zijn naam zo zegt. Maar je hebt dus 7 verschillende manieren waarop je zijn naam zegt. En het hangt ervan hoe de zin in elkaar zit, welk van die vormen van zijn naam je pakt. Dus het is gewoon een onbegonnen business om dat te proberen te leren. Het is heel grappig om te horen Amerikanen Tsjechisch te praten. Maar je hoort het gewoon direct. En natuurlijk horen jullie ook direct dat ik niet in Nederland opgegroeid ben. Maar nou ja, het creëert gewoon altijd een grappige energie als iemand die niet in dat land geboren is of opgegroeid de taal spreekt. Het is niet te missen. Ja, super. Is Nederlands moeilijk? Ja, ik weet niet. Voor mij, ik heb ooit Duits gehad op de universiteit, een paar jaar. En dat vond ik niks. Maar ik had heel lang Engels geleerd. En als je Duits en Engels al een beetje kennis van hebt, dan pak je de Nederlands zo uit de lucht. En ik denk dat ik ook dingen die ik nodig heb voor mijn creatie, die zuig ik gewoon zo uit de lucht. Maar zoals Frans vind ik heel mooi taal. Spaans vind ik nog mooier. Standpunt. Maar nou ja, energie van Spaans vind ik gewoon heerlijk klinken. En ook mijn lichaam vindt het geweldig. Maar ja, dat heb ik niet zo nodig. Of dat gebruik ik niet. En dat heb ik nooit. Ik woonde daar ook nooit. Misschien als ik er woonde, dan zou het weer anders zijn. Of als mijn 2 kinderen Frans zouden zijn, dan spreek ik vast ook Frans. Maar mijn 2 kinderen zijn Nederlands. Dus dat. Zo is het. Oké, hey, het was weer heel leuk met jullie. Ik had eigenlijk om 2 uur al op de Tsjechische Facebook Live moeten zijn over iets heel anders. Dus ik ga daarheen en ik kom binnenkort met de derde uitzending en die is live instappen van 10 seconden. Dus als jullie vragen hebben over deze of over de volgende, dan hoor ik het weer. En dank jullie wel dat jullie erbij zijn geweest en voor de vragen en opmerkingen.
Hartstikke gezellig en tot volgende keer. Doeg!